die hele mooie tuin, dames en heren, u kent hem wel, hè? In Rozengarten van Sanssouci. Mag ik fles zijn, dan gaan we samen zingen. In Rozengarten. Zo slim, en niet alleen het gemeentebestuur, maar ook toch nog wel een goorlenaar erbij te zoeken. Goed, alle gekheid op een stokje. Je hebt me gevraagd voor een bijzondere gelegenheid. En laat ik maar eens beginnen met een paar zinnen voor ik de naam noem.
Maar het is 73 jaar geleden. 73 jaar geleden. Dat een van deze leden, en die was toen 10 jaar. Dat is niet zo moeilijk op te tellen volgens mij. 73 jaar geleden iemand van deze muzikanten lid werd van de Asterius Harmonie. Althans van het tamboerkorps van de Asterius Harmonie. Een hele lange tijd geleden. En nog steeds trommelt hij zijn deuntje mee. Zou ik Sjaak Teeuws even deze kant op mogen hebben? Sjaak Teeuws, dames en heren, is dus al 73 jaar lid van een muziekkorps. Lid van een vereniging. En als wethouder, en een beetje gekke wethouder op dit moment, want ik heb hier helemaal, ik hoor niks te vertellen. Maar het toeval wilde dat ik in Oostenrijk werk, in Goorlen woon. En het toeval wilde dat de Oostenrijkers in Goorlen komen spelen. Nou, dat toeval was zo groot, dat wilde Peter niet zomaar voorbij laten gaan. Dus heeft hij mij gevraagd en met toestemming van de Goorlense burgemeester de gelegenheid krijgen om jou even toe te spreken. Een verenigingsman, en verenigingen, dames en heren, dat weet u, die brengen mensen bij elkaar. En zeker muziekverenigingen, waar je eigenlijk alleen niks kan, Sjaak. Je weet, je moet dan wel naar elkaar luisteren, je moet op elkaar letten. Je moet de zwakkere broeders meenemen. Ik weet dit uit ervaring. Ik heb een blauwe maandag geprobeerd om tuba te spelen. En er was één jongen bij. Als het die niet was, kon ik niet meedoen. Want die hield mij steeds met zijn toon. Die kon wel muziek maken. En ik moest af en toe zo zijn noot meeblazen. Zeker de man die de trom slaat, die geeft het tempo aan. En de wat mindere muzikanten, die kunnen het niet zonder jou, dat weet ik zeker, dat weet ik uit ervaring. Maar behalve verenigingsman, ben je ook iemand in de vereniging die de kar mee trekt, heb ik begrepen. En altijd getrokken heeft. En dat is overal zo. Je hebt mensen die trekken de kar, er zijn mensen die zitten erop, die rijden mee. Je hebt soms zelfs mensen die hangen erachteraan en die remmen het dan nog een beetje, dan moet je vanaf zien te komen. Of erop, dat soort dingen. Je hebt altijd de kar getrokken. Je was een van de medeoprichters van de Asterius Egelender kapel. Heb je ook 12 jaar de trom geroerd, zou ik maar zeggen, om beeldspraak te gebruiken. Daarna medeoprichter en bestuurslid van de parelmuzikanten. En dat wil dus zeggen, dames en heren, niet alleen maar een deuntje meeblazen of op die trom slaan, maar ervoor zorgen dat die mensen komen. En dat de mensen komen repeteren. En dat ze enthousiast zijn om op te treden. En ook lef hebben om op te treden. Nou, dat lef, dat hebben jullie zeker. Dat alles, dat maakt dat jouw vrienden, jouw muzikale vrienden, die willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Ik ben ondertussen 83, ik moet me even goed kijken, wie is het dan? Maar je bent ondertussen 83 en goed, dan komt er ook een tijd die zegt, nou het wordt me misschien een beetje te veel. Ik ga die kar niet meer trekken, ik ga erop zitten, dan kan ik daar, en wij zitten nu allemaal op die kar, dan kan ik daar wel mee te gaan luisteren. Nogmaals, jouw vrienden willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Ik weet dat jouw vrouw Riet wat slechter benen is dan er niet bij kan zijn. Is ze wel? Oh, je had gezegd. Een verrassing voor jou. Nou, daar hebben jullie een bosje bloemen voor gekocht. Maar ik Riet dan ook deze kant op. Een blijvende herinnering. Tja, kijk eens wat ze voor jou gevonden hebben. Toepasselijk als zo'n beeldje kan volgens mij niet. Als je zo lang, dus al 73 jaar, op dat ding toont, dan kun je nu ook nog in ieder geval een kijkje hebben voor de rest van je leven een blijvende herinnering. Bovendien hebben we, en dat is voor de inwendige mens, een dinerbond. Zij hebben een dinerbond voor jullie verzorgd. In een restaurant waarvan we weten dat jullie daar graag komen. Geniet ervan met z'n tweeën. Dat is een mooie punt achter jouw muzikale carrière. En Riet, wat doen we met een mevrouw achter de kartrekker? Want we weten, dames en heren, dat een man die zo vaak van huis is, natuurlijk de steun van het thuisfront moet hebben. Een bloemetje voor jou. En dames en heren, laat me niks te veel in vragen. Een hartelijk applaus. Thank you.
Hij is heel bedankt. Wil je nog iets zeggen, Sjaak? Dat zie je van alles, Peter. Bedankt voor alles. Nou, bedankt voor alles, Peter. En ik zou zeggen, ga zo voort. Dat zullen we zeker doen, Sjaak. En wij hopen, je wordt natuurlijk automatisch erelid. Dat is logisch. En dat wil zeggen, erelid moet op ieder concert aanwezig zijn, indien hij dat kan. Als luisteraar dan, maar in ieder geval, wij verwachten wel dat je dan ook ons komt beluisteren. En mij op de hoogte houdt of dat het allemaal goed gaat. Oké? Okay? Riet, ook bedankt voor jouw steun. En ook bedankt dat je Sjaak hebt altijd, want nu heb je nou gewoon wat tijd meer bij jou. Lekker gezellig. En hij vindt dat gezellig, dat weet ik. Dat komt helemaal goed. Sjaak die gaat weer naar zijn instrument. Neem alles maar lekker mee, Sjaak. En dan breng ik Riet, of Marij, mijn nicht, die brengt Riet wel even terug naar de plaats. Maar we doen één foto samen. Goed. Zitten we daar ook in de lente? Ja, zitten we. Kom, pas op. Ja, wat is het natuurlijk hartstikke fijn dat de chef dat wil doen. En natuurlijk, chef, hartstikke bedankt namens de paramuzikanten. Samen met echtgenoten. Heerlijk. Annelies, ja, weer. Ik zeg echtgenoten. Bedankt.